vind het niet moeilijk om mijn tekst los te laten. Ik heb een aantal eenvoudige principes. Hè. Je kan van jezelf vinden dat je de beste dialogen schrijft en spannende scenario's en dat je geweldige locaties hebt en dat het er geweldig uitziet. Maar wat de toeschouwer ziet, is een personage. En als hij dat personage niet gelooft, haalt al de rest ook op. Dus de acteur of de actrice moet het wel kunnen verkopen. Dus als het niet bekt, dan moet je het veranderen. Dus het is niet zo dat ik daar zit op te letten van... Ah, nee, hier staat een komma. Waar is de komma? Nee. Het moet gewoon een naturel hebben, een flow. Het wil een realistische film zijn. Ook al kan je in zo'n rechtbankscènes wel enige theatraliteit permitteren en zinnen met veel commas. Maar het moet gewoon, je moet het geloven. Dus ik sta daar en ik luister. En als ik het niet geloof, dan verander ik het. Zo simpel is het. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.